Terwijl Eva Jinek het fort bewaakt, zijn Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk aan het genieten van de zomervakantie. Die talkshow-iconen praten zelfs niet zo heel snel over hun eigen leven, maar laat staan over hun carrière. Maar als Lina de mooie vraag, ja, zeg dan nog maar eens nee. Ik zit aan een tafel, en dat doen de meeste mensen elke avond. Ik ben gewoon aan het praten over de dingen van de dag. Ja, alleen wanneer Eva, Jeroen of Matthijs de dag doornemen, kijken er wel een slordige miljoen mensen mee. En dat vraagt dan ook om jaren ervaring. Of nou ja... Ik was 40, ik was helemaal niet jong of zoiets toen ik bij de tv kwam. Het was ook pardoes eigenlijk en ook ongetraind. En mensen zeiden, nou, je hebt er wel iets aanleg voor, denken wij. Hier is het diepe, spring er maar in. En toen veroverde ik mijn plek. En dan is er ineens staat er een koningin op. Toen ik in Nederland kwam wonen, toen was ik 11. Toen sprak ik geen Nederlands. Ik werd midden in het schooljaar in een klas gezet. En ik kon me niet uitdrukken. Dat was de hel op aarde. En het feit dat ik betaald word om te praten in het Nederlands. Ja, ik ben gewoon blij dat het zo gegaan is. Ah, Queen Eve is binnenkort niet meer de enige. Er zijn meer kapende blondines op de kust. In televisieland valt namelijk nog wel wat te veroveren. Een talkshow staat heel hoog op mijn wensenlijst voor Net5. Omdat ik denk dat... dat er nog wel ergens een gaatje zit om het nieuws vanuit de vrouwelijke kant te belichten. Het is zo vaak dat toch een vrouw zegt, ja, maar ja, misschien kun je toch beter even Henk vragen, want die zit er net iets beter in. En Henk zal dat nooit zeggen hoor. Henk zal nooit zeggen, vraag het even aan Vera, want die zit er beter in. Henk zegt, nee, Vera heeft misschien het boek geschreven, maar ik heb het boek gelezen, dus ik weet er ook wel wat van. Als je stevig in het zadel zit aan het kop van een talkshowtafel, is er ook wel eens kans op zadelpijn. Alleen maar praten over de toestand in de wereld, dat is ook niet alles. Ik zou wel iets vaker van die tafel weg willen. Ik ben toch een soort moeder die daar met thee zit te wachten. Tot al die mensen uit de wereld aan die tafel komen zitten. En die zegt, nou, ik was daar. En die vertelt, ik heb dit gemaakt. En ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik heb gewacht tot ze kwamen. Dan vertellen ze wat ze doen en daarna gaan ze weer weg. Als dit langer een succes zou blijven wat ik doe, dan ben ik heel blij. Dan is mijn bucketlist helemaal vol en afgevinkt. Ja, mooi gezegd. Ron, het is best wel uniek dat ze alle drie zo vrij open zijn. Hoe komt dat, denk je? Nou ja, allereerst werd al gezegd in het filmpje, het is natuurlijk de Linda's, niet het eerste de beste blad. Nee. Ze zijn ook alle drie door echt een topinterviewer, onder andere Antoinette Schulderman, geïnterviewd. En het is natuurlijk ook mooie promotie. Het nieuwe tv-seizoen komt er weer aan. Er komt een nieuwe concurrent bij, laten we dat niet vergeten. Bo, die ook een talkshow gaat doen op de late avond hier bij RTL 4. Ja. De promotiemachine moet even gaan wapperen. En ja, Linda komt natuurlijk ook zelf met een talkshow op Net5. Zij gaat als vaste gast aanschuiven bij Merel Westrik op Net5. Dus alle redenen om een talkshow nummer te doen. Ja. Laten we eventjes beginnen bij Matthijs. Die geeft wel een klein veegje uit de pan aan zijn baas. Dat vond ik best wel weer pikant inderdaad. Een paar maanden geleden, even een herinnering haalde, de BNNVARA-baas Gert-Jan Hoks. Die had in het AD een interview gegeven van ellende, want de politiek zegt, presentatoren bij de publieke omroep mogen niet zoveel verdienen. Matthijs wil meer verdienen en hij gaat naar de commerciële. Help, wat moet ik doen? Daar zegt Matthijs nu over. Hij zal het ongetwijfeld goed bedoeld hebben, maar slim en doortastend was het niet. Dat zegt hij over zijn eigen baas. Hè? Dus, ja, precies. Maar hij kreeg ook heel veel over zich heen, toch? Hij kreeg heel veel over zich heen, inderdaad. De relatie met deze baas, kunnen we dus wel zeggen, is een beetje bekoeld. En heeft hij er nogal zin in dan? Nou ja, er gaan dus wel allerlei geruchten van, gaat hij stoppen of niet? Nou ja, dat wordt toch met dit interview wel een beetje bevestigd. Hij zegt, ik ben er nog klaar voor het 15e seizoen, maar ik wik en weeg altijd. Dat doe ik nu ook. En ik heb het idee dat, zoals er destijds een aantal redenen waren om bij DWDD te blijven, er nu een aantal redenen zijn om er in het voorjaar mee te stoppen. Oh. En hij zegt er ook wel van, nou ja, dan ga ik echt niet met pensioen, maar even lekker naar Parijs zou leuk zijn. Of een programmaatje bij, of de publieke, of de commerciële. Daar is hij heel open over. En Eva? De marktwaarde, want vaak zegt hij, ik heb het gevoel dat Eva echt nu zeg maar het meest hot van iedereen is. Absoluut, ja. Maar goed, over Eva gaan weer de geruchten dat ze misschien gaat overstappen naar de commerciële. Naar ja, zeker, zeker. Nou, daar, hoe zit dat? Nou, daar is ze ook heel open over. Tenminste, ze geeft daar een statement over. Ze zegt in de Linda, ik weet niet waar het gerucht vandaan komt, dat ze overstapt dus. Maar het is niet waar. Wat wel waar is, is dat ik met meerdere partijen praat, ook met RTL. Dat heb ik altijd gedaan, mijn hele loopbaan. Ja, daar komen dan die geruchten van natuurlijk, omdat zij praat met andere partijen. Zeker, gaan ze daar weer over praten. Ja, en ze heeft ons eerder gezegd dat ze natuurlijk gewoon met iedereen
iedereen praat. Maar nu zegt ze het dus weer dat ze het ook. Nou ja, dat het wel recent is ook in ieder geval. Maar zij beschrijft ook, want ik heb het ook al mogen lezen, zij vindt dat later ook wel heel heftig. Hè? Zeker, ja. We hadden natuurlijk een paar weken geleden hier het erover dat het naar 10:30 gaat. Dus dat het een half uurtje eerder gaat beginnen. Dat ze niet meer om 11:00 begint. Het is maar een half uurtje, maar ze zegt erover, nou, voor mij is dat al een hele mega verschil. Okay. Ja, ja. En dit kan ze maken bij de NPO blijkbaar. Die macht heeft ze blijkbaar. Nou ja, als ze slim zijn, bedoel, binnenhouden lijkt zeker, mij, toch? Ja. En Jeroen, wat zegt hij over en Jeroen, carrière? Ja, nou, die had het onder andere over de dip waarin hij zat toen hij met Pauw en Witteman stopte. Toen begon hij met die solo talkshow. Dat liep niet heel erg lekker. Er zat namelijk, Luc, een ander talkshowtje op RTL 4, wat het heel goed deed. Hè? Umberto Tan. Dus daar heeft hij best wel last van gehad. Hij zei ook van, nou, de gasten, die gingen allemaal naar Umberto Tan, de goede gasten. Ja. En twee jaar later, toen kwamen ze eigenlijk allemaal terug. En toen heeft hij dat opportunisme van de tv-wereld heel goed leren kennen. Want hij zegt van, nou ja, eigenlijk die Umberto was helemaal niet zo goed. Dat zeiden die topgasten dus, hè, tegen Jeroen. Dus dat laat ook wel zien hoe goed Jeroen Pauw zelf is natuurlijk. Dat hij dan even twee jaar misschien een soort dipje heeft, vindt hij dan zelf in ieder geval. Maar dat hij daarna weer keihard terugkomt en ineens weer de man is daar. Ja, maar goed, hij is komende donderdag, dan wordt hij 59. En dan wordt er al in de wandelgangen gezegd, hoe lang zou hij nog doorgaan? Nou ja, hij zegt erover... moet ik stoppen of niet? Hij zegt, ik kan een hele rij tv-corriveeën noemen van wie ik denk te lang gebleven. Het zou hoogmoedig zijn te denken dat jezelf niet overkomt. Maar te snel stoppen vind ik weer getuige van gebrek aan ambitie. Het loopt lekker en tegelijkertijd vraag ik me af, wat valt er nog precies te halen? Daar ben ik nog niet uit. Hij moet gewoon doorgaan tot hij 80 is. Waarom niet? Als hij toch goed is, dan is hij toch de beste in zijn vak. Waarom zou je dan stoppen? En ik vind zeker nu, 10 jaar geleden, toen was er blijkbaar de trend dat je, nou ja, dit de leeftijd was, dat je moet stoppen. We zitten in een heel andere wereld. Adverteerders kijken ook naar andere leeftijdsdoelgroepen. Ja. Presentatoren kunnen veel langer op tv blijven. Dus wat mij betreft gaat hij gewoon nog lekker 10 jaar door. Nou, voor mij betreft ook. Ik vind, maar Linda had ook een topsport, weet je wel? Hoe lang blijf je zo scherp, denk ik. Ja, maar uiteindelijk is voorlopig de tijd ook wel klaar. Ja, denk ja. Ik. Okay. Nou, niet nu, maar ik kan me voorstellen over 10 jaar dat je denkt, ja, ik ben er gewoon echt klaar. Ja, maar dat komt meer vanuit jezelf. Ik denk dan dat hij gewoon zelf zijn eigen hoogtepunt moet bepalen, denk je niet? Dat is zo. Nou, dan hebben wij nu niks. Maar dan hebben we niks om over te roddelen. Jawel, maar ik wil even iets anders. Jij begrijpt dit programma niet. Nee, roddelen. Ja, jullie kennen jou wel, ik ken jou. Nee, maar nog iets heel anders, want Lin had natuurlijk zelf ook een superleuke boodschap. Want ja, die gaan natuurlijk verhuizen met inderdaad, z'n allen. Ja, nou ja, dat hebben ze hele, zo leuk opgelost. Ja, er is een hele trits sterren die natuurlijk van RTL 4 naar SBS 6 gaat. Al die sterrentransfers die hebben ze op de hak genomen in een heel leuk promofilmpje. En dat kunnen wij laten zien. Ja. Allemaal leuk en aardig die dansjes, jongens, maar we moeten gaan. Nummer 6, hier is het. Dit is het? Nou, er moet nog flink wat gebeuren, zo te zien. Wacht maar tot het af is. We gaan hier mooie weekenden beleven. Nou, dan gaat de buurt. Ja, echt heerlijk over de top, maar wel echt heel leuk. Het getuigt ook van zelfspot, hè? Top. Het gebouw in de Steiger, ja. Johan Derksen die nog wat zegt. Ik vind het echt... Ik weet niet of het de invloed van Linda is, maar ik vind dit heel goed. Dit ziet eruit als grote vrouwen, dit, toch? Ja, ik denk het wel, in ieder geval. Oké, goed zo. Straks gaan we nog uitgebreid verder over Eva, Matthijs en Jeroen praten. De drie waren namelijk niet alleen openhartig over hun ambities en hun carrière, maar ook over hun privéleven.